En het ministerie van Justitie en Politie heeft vanmorgen een bewustwordingscampagne gelanceerd over trafficking in person, TIP, oftewel mensenhandel of mensensmokkel. De slogan van de campagne is: kijk om je heen, doe er wat aan. In het kader hiervan is er ook een billboard onthuld op de hoek van de Gijsbertusstraat en de Gompertstraat. Volgens Lucretia Redan, directeur operationele diensten van Juspol en voorzitter van de werkgroep TIP, heeft de mensenhandel vele gezichten. Volgens haar is het belangrijk voor Suriname om dit fenomeen aan te vechten. Ze wijst erop dat indien er gekeken wordt naar de actuele situatie op internationaal niveau, er een grote migratie- en vluchtelingenstroom is. En dat zijn nou net de mensen, migranten, die slachtoffer kunnen worden van mensenhandelaren. Dus vandaar dat het ook van belang is om mensen te informeren wat het beleid is in Suriname en dat er altijd een plek voor ze is waar ze naartoe kunnen. Dat zal een leidraad zijn voor het jaar 2019, waar we ons voornamelijk zullen richten op preventie. En dat is de start vandaag, dat we starten met onze voorlichting. We zullen verder op slachtoffers richten, dat we ze kunnen beschermen, een plek kunnen geven. En daarna sowieso blijven we handhaven, we blijven opsporen en we blijven vervolgen. Ik zou ieder willen vragen en een beroep willen doen ook op die samenleving. Doe mee, kijk om je heen, geef het aan. We weten het vaak niet, maar het is vaak dichtbij je dat iemand geëxploiteerd wordt. Het hoeft niet alleen maar te zijn, ik heb een paar voorbeelden opgenoemd van jongeren die geëxploiteerd worden soms door de loverboys. We kennen dat als loverboys. Daarom zeg ik, blijf om je heen kijken en geef het aan. U zag dus Lucretia Redan, ze is voorzitter van de werkgroep Trafficking in Person TIP. De minister van Justitie en Politie, Stuart Getrouw, zegt dat de regering zich heeft gecommitteerd om mensenhandel in al zijn vormen te bestrijden met de inzet van interdepartementale structuur. Voor de regering staat het slachtoffer centraal, benadrukt de minister. Hierin speelt de actieve bijdrage van de samenleving een belangrijke rol. Het is al eerder aangegeven, de sociale controle moet aangescherpt worden bij het waarnemen, bij het zien van vreemdelingen. Het zal soms wel lastig overkomen en we hebben een bepaald gevoel, maak het kenbaar, breng het onder de aandacht van de autoriteiten. Want die zullen dan gelijk onderzoeken of betrokken al dan niet illegaal in het land zijn of als er sprake is van mensenhandel of mensen smokkelen. De nadruk zal dit jaar gelegd worden op het mobiliseren van actoren, informeren van de gemeenschap en creëren van een zodanige bewustwording dat mensenhandel wordt gezien als een grove verschijning van mensenrechten. Het is die awareness gaan we moeten aankweken. Het probleem van trafficking in persons kent geen grenzen en is in samenwerking met andere landen een absolute must. Aldus Stuart Getrouw, minister van Justitie en Politie, vanmorgen na de lancering van de bewustwordingscampagne Trafficking in Persons TIP. De slogan van de campagne is: kijk om je heen, doe er wat aan. De lancering vond plaats in de vergaderzaal van het ministerie aan de Henk Aronstraat.